En de regering moet de particuliere lijnbusorganisatie PLO een bedrag van 10 miljoen Surinaamse dollars betalen. Het gaat bij deze om achterstallige subsidiemiddelen over het derde en vierde kwartaal van 2019. Dat zegt PLO-voorzitter John Mahadeo Singh in gesprek met onze redactie. De PLO-bussen rijden als gevolg van COVID-19 partiële lockdown voorlopig niet meer. Nu de dagelijkse inkomsten zijn weggevallen, is de betaling van de subsidie cruciaal, benadrukt Mahadeo Singh. Wat de PLO-topper irriteert, is dat de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, elke communicatie uit de weg gaat. Hierdoor hebben de bushouders ook geen zicht op hun toekomst. Mahadeo Singh zegt tot vrijdag te zullen wachten op de uitbetaling van de gelden. Daarna zullen de leden beslissen welke acties ondernomen zullen worden om de regering te dwingen de achterstallige betalingen te voldoen.